Julia, de wedstrijd is net voorbij. Je speelt met 1-1 gelijk tegen Alkmaar. Je neemt een punt mee naar Rotterdam. Wat gebeurde er bij de 1-0, wat jouw zegt? Nou, we waren al de hele tijd de bovenliggende partij. Je zag ons vooral de helft van Alkmaar heel goed kansen proberen te creëren. We speelden de bal heel goed rond. Op een gegeven moment krijg ik een goede steekpaas vanaf het middenveld. En ik geef de bal voor. Hij wordt licht aangeraakt door iemand van Alkmaar en Marten schiet hem heel overtuigend binnen. Dat is de eerste goal van het seizoen. Mooie goal. Ja, je staat de hele eerste op de voorsprong. Je bent heer en meester. Ja. Dan ga je de rust in met een goed gevoel. En dan komt de tweede helft. En dan zien we een ander Excelsior en een ander Alkmaar. Wat gebeurde er? Ja, je ziet, je merkt eigenlijk gewoon dat Alkmaar in de rust iets omgezet heeft. Ze beginnen met een hele andere formatie en gaan heel erg op karakter spelen. Alkmaar is dan een hele fysieke ploeg die eigenlijk weinig voetbalvermogen heeft, maar echt op lange ballen speelt en gewoon echt op karakter. En je zag dat wij het lastig hadden omdat wij vooral wilden voetballen. En toen zij in een andere formatie gingen spelen, was het voor ons zoekende. Maar ik vind dat we ons over het algemeen goed staande hebben gehouden. Ze hebben eigenlijk weinig kansen gecreëerd. Alleen de goal wordt weer ongelukkig valt die binnen. Maar goed, over het algemeen hebben we denk ik een hele goede wedstrijd gespeeld. We hebben 1 punt meegenomen. Uit een punt pakken is gewoon knap. Vooral de eerste punt van het seizoen en de eerste goal. Dus ik denk dat we al die positieve dingen mee moeten nemen. En aan de mindere dingen moeten we gewoon gaan werken voor.